Ik heb de periode van Colijn nog meegemaakt. En dat lijkt als een druppel water op de, wat er, hoe men vandaag de financiële problemen wil oplossen. Colijn had dat ook van, het moet nog nauwer in de taille. Mm-hmm. Dat was een beroemde cartoon waar je ziet dat Colijn, iemand die toch al helemaal vermagerd is, nog eens krachtig die broek erin aansnoert. En dat is nu weer aan de orde. Ja, en zegt, het kan nog wat een beetje nauwer in de taille. En de Partij van de Arbeid, of toen dat, de SDAP, die had een alternatief. Dat was Plan van de Arbeid. Ja, maar dat was, dat betekende al geld inpompen en inflatie. Investeren, werkverschaffing. Ja, en het zou inflatie betekenen en het zou alleen maar tot meer ellende leiden. Dat geloofden we ook niet. Hè. We geloofden echt in Colijn. Maar zou dat nu weer moeten gebeuren, vindt u? Nou, en achteraf hebben we ook wij andere visionairen ons toch ernstig afgevraagd of Colijn toch niet ook naar de, beter naar het alternatief had kunnen kijken. Want het werd alleen maar erger. Ja. En ik zeg niet dat... De omstandigheden zijn natuurlijk ook anders nu. Natuurlijk zijn er andere dingen, maar je zou toch in ieder geval je kunnen afvragen. We moeten wel oppassen dat we niet dezelfde fout maken die toen gemaakt is. De economie eigenlijk kapot bezuinigen. Ja, wij moeten ons afvragen of we niet dezelfde fout maken die er 30 jaar is gemaakt. Nou, daar kan natuurlijk een beetje kennis van het verleden bij helpen. Ja, dus de knarsknarren zoals u, om het zo even te zeggen, die kunnen daar best wel even een signaal geven van, jongens, pas op. Wij hebben dit ook meegemaakt. Ja, en als ze denken dat het oude mannen praten, nou, dan mogen ze dat vinden. Misschien is dat dan ook wel zo. Maar het is toch wel nuttig dat ze de kans krijgen om het te zeggen. Ja.